Wekenlang is er dag en nacht hard gewerkt aan het groot onderhoud van de buitenveldertbaan. De werkzaamheden waren uitgebreider dan bij een regulier baanonderhoud. De baan loopt gedeeltelijk over het tunneldak van de A4. Deze is nu verstevigd, zodat ook de zwaarste vliegtuigen als de A380 er overheen kunnen rijden. Ook de kruising met de Aalsmeerbaan is gerenoveerd. Tijdens dit onderhoud konden de meeste vliegtuigen toch starten en landen op het grootste deel van deze baan. Hierachter zie je ook wel dat er redelijk kort op het werk wordt gestart. Daar hebben we voorzieningen geplaatst in de vorm van blaasvents en containers, die ervoor zorgen dat al die stuw die die vliegtuigen produceren, meer de lucht in wordt geplaatst dan naar achteren, zodat er gewoon veilig gewerkt kan worden op deze kruising. Gedurende de werkzaamheden kregen omwonenden en Facebookfans een unieke kans om alles van dichtbij te bekijken. Nou, dit is een beetje het beeld dat de piloot aan het start is. En hier recht voor ons ziet ook dat het asfalt al wat zwarter is. Dat is die anti-skid, dus een soort stroefheidsmiddel op de baan. Ik woon vlakbij hier in Amstelveen, dus als ik de vliegtuigen hoor ik altijd overkomen. Die komen vlak voor mijn huis over op het landen buiten de velderbaan. Aan de ene kant is het heel prettig dat de luchthaven dichtbij is en dat je er makkelijk komt. En aan de andere kant heb je ook last van het vliegverkeer. Het is echt fantastisch gewoon om een keer van dichtbij te bekijken hoe de baan eruit ziet. En de vliegtuigbeweging, hoe het allemaal eruit ziet. Echt heel erg leuk leek me dat. Er komt natuurlijk rubber in het riool. Wordt dat apart afgevangen? Er zitten diverse zandvangers in het riool, noemen we dat. En die pakken eerst het vuiligheid, bezinken ze. En die worden om de zoveel weken ook die putten uitgezogen. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de snelheid. In 7 weken tijd weten ze heel veel werk te verzetten. En dat vind ik ook wel heel knap. Echt wel heel erg leuk. Want ik wist ook niet bijvoorbeeld de Schuppeltunnel, dat die zo omhoog loopt. En dat we daar helemaal op gingen en zo. Dat had ik niet echt verwacht. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en zijn zowel de buitenveldertbaan als de Aalsmeerbaan volledig operationeel.